Met e-mail, oftewel electronic mail, kunt u postberichten versturen en ontvangen over de hele wereld. Het is heel goedkoop, want u bereidt op uw gemak een bericht voor zonder dat u verbinding hoeft te maken. Daarna belt u in tegen lokaal telefoontarief en verzendt uw bericht. Op dat moment wordt er ook gekeken of er berichten voor u zijn. Elektronische post is ook heel snel, want in enkele seconden is uw bericht aangekomen op de plaats van bestemming. Zo kunt u heel gemakkelijk corresponderen met familie in Australië of de buurvrouw feliciteren met haar verjaardag. Met CD Online is het maken van een bericht heel eenvoudig. Met behulp van uw afstandsbediening en het toetsenbord op het scherm kunt u zinnen maken. Het toetsenbord wordt ondersteund door een woordenlijst. U kunt direct het gewenste woord kiezen. Binnenkort is er ook een echt toetsenbord leverbaar. Uw CDI-speler krijgt nu dus ook een apenstaartje. Want het apenstaartje is een vast onderdeel van uw persoonlijk e-mailadres. Zo bent u voor iedereen gemakkelijk te bereiken. In Newsgroups treft u meer dan 10.000 nieuwsgroepen aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. U kunt het vergelijken met een hele dikke krant, maar dan wel een interactieve krant. U kunt niet alleen artikelen lezen, maar er ook een actieve bijdrage aan leveren door zelf artikelen te plaatsen. De nieuwsgroepen vormen daardoor ontmoetingsplaatsen van medenetgebruikers die eenzelfde beroep of hobby hebben of een bepaalde interesse delen. Zo zijn er nieuwsgroepen over kunst, koken, literatuur, popsterren, film, mode, sport, theater, onderwijs, eigenlijk over alles, van architectuur tot zoologie. De namen van nieuwsgroepen bestaan uit een aantal componenten. Recreatieve groepen beginnen bijvoorbeeld met REC. Nederlandstalige groepen beginnen met NL. Heeft u een vraag? Stel deze dan in een nieuwsgroep. U krijgt zeker antwoord. U kunt ideeën uitwisselen of discussiëren over actualiteiten. Met CD Online kunt u vanaf nu dus praten met de hele wereld. Gewoon vanuit uw eigen huiskamer. Het World Wide Web is een enorm elektronisch boekwerk met miljoenen pagina's. Via een internetbrowser kan er door dit boek gebladerd worden. De browser van CD Online is speciaal ontwikkeld om World Wide Web pagina's op het televisiescherm weer te geven. Klik op Log On en de verbinding met het internet wordt tot stand gebracht. Het is het begin van een ontdekkingsreis door een wereld van ongekende mogelijkheden. Uw reis begint bij de welkomstpagina van CD Online. Op deze pagina treft u hyperlinks aan die verwijzen naar andere leuke pagina's, met onderwerpen als sport, muziek of speelfilms. En soms kunt u zelfs fragmenten bekijken. Vanuit de CD Online homepage kunt u het World Wide Web gaan ontdekken. Continu worden er links toegevoegd naar interessante pagina's. U komt alles te weten over uw hobby bijvoorbeeld, of u leest uw favoriete krant of tijdschrift. Wilt u meer weten over een bepaald artikel? Dat kan, met een simpele klik. Zoekt u een recept? Geen enkel probleem. En een goede wijn hoort er uiteraard bij. U brengt een bezoek aan een van de digitale steden in Nederland of België. Of stippelt uit waar u dit jaar het best op vakantie kunt gaan. Er is informatie over accommodatie, bezienswaardigheden en evenementen. Voor u het weet, surft u van het ene werelddeel naar het andere. Steeds meer bedrijven hebben hun eigen pagina's op internet. U kunt zich op uw gemak oriënteren op uw aankopen of meer specifieke informatie aanvragen. De speurtocht over het World Wide Web wordt gemakkelijk gemaakt door diverse zoekprogramma's. U vult bijvoorbeeld voetbal in en even later bent u op bezoek bij uw favoriete club. U bekijkt uitslagen, de historie van de club, nieuws over de spelers, wat u maar wilt. Er is veel te beleven op het World Wide Web, maar u bepaalt nu helemaal zelf wat u wilt zien. Dus, wilt u ook surfen vanuit uw luie stoel? Zet hem op internet met het CDI internetpakket. Een CDI-speler is een waardevol bezit. Er zijn nu zelfs al 5 verschillende CD's afspeelbaar in dat ene apparaat. De normale muziek-CD's, video-CD's met films, muziekvideo's en documentaires, fotocd's om uw foto's op de tv te bekijken,
Interactieve cd's met volop programma's voor alle leeftijden en elke interesse. En nu dan ook de internet-cd om te kunnen internetten op de tv. Elke koper van een CDI-speler kan gratis lid worden van de CDI Gold Club. Een kring van CDI-bezitters met speciale voorrechten. Vanaf nu hebben Gold Club-leden ook een eigen domein op het internet. Vanaf het hoofdmenu van CD Online kunt u direct naar de Gold Club-pagina's. U krijgt hier informatie over nieuwe titels en tips en trucs over games. Het is mogelijk om uw eigen mening te geven en u kunt discussiëren met andere Gold Club-leden. Met CD Online is het zelfs mogelijk om fragmenten te bekijken van CDI-titels. U blijft dus op de hoogte van al het nieuws over CDI. Binnenkort komen er zelfs online games waarbij iedere CDI-bezitter uw directe tegenstander wordt. Wilt u kortom profiteren van alle voordelen van de Gold Club? Zet hem op internet met het CDI internetpakket. Hey. No chance. Don't even think about it. Trust me, I'm the barman. We know about these things. In fact, we know about most things. Look, just look at the movies. All those wise guy barmen. Casablanca. Cocktail. Goodfellas. Okay, so the barman got his foot blown off in that one. But you get my point. Barmen do a bit of everything. Marriage guidance, racing tips, alibis, psychiatry. Sometimes we even pour drinks. You're a real Renaissance man, aren't you, Dave? Hey, steady on. Take him, for instance. Got the big E this morning. He was a wreck when he walked in here tonight. Well, now he's a wreck who's got a hot date tomorrow. I fixed him up, didn't I? How did I do it? Same way as I solve everything. Go surfing. Surfing on the internet. Now, I know what you're thinking. Annette, it's only for cybernuts and anoraks. Wrong. Now you can get on it through your TV set and see the iPlayer. It's gotta be a laugh, hasn't it? Take our friend. All I had to do was log on to one of the Lonely Hearts pages and check out the field. Next thing, he's fixed up with a mega babe. Unless, of course, she was lying even more than I was. Never felt like telling the ref what you thought. Not really, Dave. Of course you have. Two football fans this afternoon, arguing on and on. The Alvin Martin incident. Did he trip or did he tie? So, I got online and got through to the West Ham club pages to see what they thought. Then we had an opinion poll on the net. Unanimous verdict. He tripped. So, we emailed the ref and said, "Ref, you can't be serious." I don't think we spell can't right, though. Tanya and Belinda come in here every Friday and Saturday night, always asking me things. Dave, which band is playing in town? Dave, what new movies are coming out? Dave, how does the Wind in the Willows end? I mean, what do you do with two demanding women? Get on the net. There are hundreds of magazines and books all online. You can browse through them without the shopkeeper giving you grief. So this is who's playing in town. These are the new movies. This is The Wind in the Willows. And this is a penthouse pet of the month. And no staples through the belly button either. Of course, in the end, the girls just stayed here chatting with me. Well, they do though, don't they? The best thing about using your TV to get on the net is you get a magazine on disc as well. Or you can play the latest video games on CD. Then go online to get some tips about how to play better. You can preview Four Weddings and a Funeral. Then log on to Lucy Lips' unofficial Hollywood gossip line to check out the latest scandal. Hey, do you want to experience the joy of sex? In your dreams, Dave. Ever been in trouble with a wife? Forgot the wedding anniversary. Work late so often. I see it all the time.
but it's not something a bottle of wine and a bunch of flowers can't sort out. Especially if you've got Sainsbury's wine cellars and the whole of Interflora on your side. When you're on the internet, you can buy the peace offerings whilst plucking up the courage to go home. That's what makes me a great barman. I care for my customers. Like old Tokyo Joe. Sometimes he comes in here homesick for the land of the rising sun. Ask me to mix up a sukiyaki something or other. Well, I don't know. But the net does. I sent out a note and got the recipe emailed from a bar in Japan. Now everyone's on him. Bye, Dave. Nice. No, Dave, bye as in goodbye. Hey. You're not the only one that can surf the net. I've been using it to write up my thesis. What thesis? My MBA. I'm off to New York. I'm going to get a job on Wall Street. Yeah, but... Oh, don't worry. I've put an ad on the net for replacement. Look under Egomaniac Seeks Audience. Didn't I tell you she was trouble? Didn't I? I do know about these things. I am the bomb. De digitale snelweg bestaat. Miljoenen mensen reizen dagelijks over het internet. Internet is een wereldwijd netwerk dat miljoenen computers met elkaar verbindt. Tot nu toe was het alleen mogelijk om via een PC gebruik te maken van het internet. Philips brengt daar verandering in. U kunt nu internetten op uw tv via Philips CDI. En dat opent een wereld van nieuwe mogelijkheden. U kunt postberichten verzenden en ontvangen in e-mail, meedoen met discussies in newsgroups en allerlei leuke en interessante pagina's bekijken op het World Wide Web. En dat allemaal vanuit uw eigen huiskamer. Het hele gezin kan meedoen. Internet is echt iets om samen te ontdekken. Er is voor elk wat wils op het net. Nog niet eerder was internet zo simpel. Zowel het installeren als het gebruik is heel eenvoudig. Om te kunnen internetten op uw tv heeft u naast een CDI-speler met Digital Video Cartridge het CDI-internetpakket nodig. In dit pakket zit de speciale internetdisk en een modem. Het modem verbindt de CDI-speler met uw telefoon. Iedereen die gebruik maakt van internet heeft een abonnement nodig. Hiervoor introduceert Philips een nieuwe service, CD Online. Nadat u het CDI-internetpakket heeft aangeschaft, kunt u zich laten registreren met één telefoontje. U krijgt een pincode en uw elektronisch adres. Een uniek voordeel is dat u een lokaal inbelnummer kunt kiezen, zodat de telefoonkosten beperkt blijven. Dus, wilt u ook internetten vanuit uw luie stoel? Zet hem op internet met het CDI-internetpakket.